één dag de baas van een groot bedrijf of organisatie. Dat konden kinderen tijdens Baas van Morgen. Het evenement is bedoeld om kinderen die opgroeien in gebieden met sociaal-economische achterstand te laten proeven aan bedrijfsmatig succes. In de Stadsgehoorzaal aan de Breestraat trapte de Leidse editie van het evenement af. Bij Jink zijn we ervan overtuigd dat ieder kind talent heeft. En daarom is dit ook waarom we het event organiseren. De jongeren die vandaag meedoen krijgen uit eigen ervaring te zien hoe het is om een bedrijf te leiden. En wat er allemaal binnen zo'n bedrijf gebeurt. Welke beroepen er allemaal zijn. En dat is voor hun een enorme zelfvertrouwen boost. En tegelijkertijd is het heel fijn dat er bedrijven zijn die hun deuren openstellen. En die hier aan meedoen. En daarom met ons ook vechten voor kansengelijkheid. De kinderen gaan na een ontbijt en kennismakingsspel mee naar de bedrijven en organisaties waar de bazen van vandaag werken. Dit zijn allemaal bedrijven uit de Leidse regio en volgens Floor van Dijk is het ook een belangrijk aspect. Kansengelijkheid is iets wat we tegelijkertijd landelijk moeten aanpakken, maar wat ook lokaal op de agenda moet staan. Want wat we met Jink willen doen is jongeren kennis laten maken met de arbeidsmarkt. En uiteindelijk zijn het de lokale bedrijven waar zij terecht gaan komen op het moment dat ze die stap gaan maken. Dus het is heel belangrijk dat we lokale bedrijven ook betrekken bij de projecten die we organiseren het hele jaar door. En dat zijn ook de bedrijven die vandaag aanwezig zijn. Martijn Bulthuis, een van de bazen van vandaag, geeft aan dat het mooi is om een bijdrage te leveren aan het project. Ja, we vanuit Leiden & Partners zijn we al een paar jaar lid van de organisatie die dit organiseert, Jink. Omdat wij het belangrijk vinden dat het in Leiden goed gaat met iedereen. Op deze manier kunnen we een kleine bijdrage leveren aan jongelui. Aan de ontwikkeling van jongelui, aan de ontwikkeling van scholen. Om ervoor te zorgen dat ze het juiste netwerk krijgen, een beetje inzicht krijgen en zien wat voor kansen er zijn. Dus dat is prachtig om daar mee te werken. Bulthuis neemt twee jongens onder zijn hoede en geeft hun voor vandaag de touwtjes in handen. Ja, dat is heel stoer. Het zijn hele nieuwsgierige gasten die benieuwd zijn naar wat voor soort werk wij doen. Die nog heel erg open naar het leven kijken. Nog niet precies weten wat ze willen gaan doen. Dus ik hoop dat ze dan gedurende de dag een beetje interesse krijgen ook in wat wij doen. Maar dat ze vooral zien hoe het werkende leven eruit ziet en hoe je daar zelf je eigen kansen kan vinden. Nadat de kinderen voor een dag de baas mochten zijn, zitten ze dan de volgende dag weer in de schoolbanken, maar wel met een nieuwe, bijzondere ervaring op zak.